Vooraleer dat we naar de film gaan kijken, deze prachtige film, vraag ik toch eerst even uw aandacht voor enkele sprekers die de film wat gaan toelichten. En in eerste instantie uiteraard wil ik het woord verlenen aan de maker van de film, de heer Jacques Allard. After careful and thorough research, we have asked 13 world-class architects to participate on this film. And we were very surprised, happily surprised, that 12 immediately said yes. We could feel that the architects were waiting. They were waiting to have the opportunity to explain their vision on sustainable building. Kyoto klinkt vandaag voor iedereen bekend in de oren. Al was het maar omwille van de norm die we zouden moeten halen. Het is dan ook zinvol en moedig om in een ruim opgezette didactische documentaire film te tonen wat de mogelijke inbreng van architecten kan zijn binnen deze problematiek. Hoe gaan we om met de steeds schaarser wordende natuurlijke bronnen? Hoe duurzaam en energiebewust zijn onze projecten? Architecten de kans geven hier met woord en daad illustreren hoe zij kunnen bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot is goed voor collega's onderling, maar nog beter voor onze opdrachtgevers, omdat zij uiteindelijk diegenen zijn die programma, budget en ambities bepalen. Vandaar dat het ook goed is dat de film niet alleen binnen vakringen, maar ook op tv en in de filmzalen voor iedereen zal te zien zijn. Het is een heel belangrijk thema en het is een thema dat niet alleen de overheid, ook geen enkele minister alleen kan oplossen. Het is een thema en een uitdaging waar we allemaal voor staan. En vandaar is het toch zo belangrijk en nogmaals wil ik de initiatiefnemers hartelijk danken voor deze film, die ook het juiste instrument is om de boodschap over te brengen. Wij kunnen nog heel wat stappen zetten. Heel belangrijke stappen in dat duurzaam wonen, in dat duurzaam bouwen. En we hebben de ambitie. We hebben de ambitie om tegen 2020 eigenlijk geen enkele woning meer in Vlaanderen te hebben waar er nog kwistig met energie wordt omgegaan. Last call for planet Earth. Het is een beetje zoals een inconvenient truth van Al Gore. Het valt heel mooi samen, het spoort mooi samen. Daarmee, met deze twee films, gaan we de wereld niet veranderen. Het zijn geen toverformules, maar ze dragen wel bij tot een verscherpte sensibilisering, tot meer bewustwording. Want laat het ook duidelijk zijn, geachte aanwezigen, als wij ons klimaat willen redden, dan gaan we dat niet alleen kunnen redden met het indraaien van spaarlampen. Dat kan een beetje helpen. Maar dat betekent voor ons allemaal eigenlijk ons aanpassen in de richting van een andere leefcultuur, in de richting van een andere wooncultuur. Eigenlijk op alle vlakken eigenlijk ons een beetje meer gedisciplineerd gedragen. Ik hoop dat degenen die hier in deze film hun deel, hun verbeelding brengen, heel veel anderen kunnen overtuigen, van de individuele burger tot de investeerder, van de onderzoeker tot de gebruiker. En dat we er inderdaad allemaal op die manier ons deel, onze bijdrage in kunnen leveren. En dan kan het niet anders, collega's ministers, dat ze ons in de komende jaren nog heel hard achter onze vodden gaan zitten om het nog beter te doen. En dan hebben ze nog gelijk ook. Ik wens ons daar allemaal samen heel veel succes in. En nu vandaag een heel boeiende voorstelling. Dank u wel.